Ik ben vandaag in een hele geliefde woonomgeving. Het ligt vlakbij het centrum met station van Apeldoorn. Een vooroorlogse buurt. Alle voorzieningen heb je in de omgeving. Ik ga kijken bij zo'n vooroorlogshuis. En een heel mooi vooroorlogshuis. Kom maar eens mee. Verde Johannesstraat, nummer 17. Het is een 201 kapper uit de jaren 30. Met voor die tijd zo'n kenmerkende architectuur. Van buiten ziet de woning er meteen al heel goed uit. Maar wat je echt moet zien, is binnen. Kom maar eens mee. Ik heb deze woning jaren geleden verkocht aan de huidige eigenaren. En destijds was de woning in volledige originele staat, ook slecht onderhouden. Alles moest gebeuren en ook alles is gebeurd. Dat valt je in de woonkamer direct al op. Mooi betonvloer, geïsoleerd, vloerverwarming, nieuwe plafonds, nieuwe wanden. Ziet er gewoon super strak uit. Het is natuurlijk ook leuk, hè? In de voorkamer een gashaard. Ja, dit. Ja, is altijd gaaf, hè? Zwitterdeuren opnieuw erin gebracht, met kasten aan beide zijden. In de voorkamer heb je meer dan ruimte genoeg voor een grote zithoek. En hier in de achterkamer meer dan ruimte voor een grote eettafel zoals je ziet. Wat hier ook prettig is, is dit. Dubbele tuindeuren naar de tuin op de zonzijde. Maar daar gaan we natuurlijk zo even kijken. Vanuit de woonkamer kom je in deze keuken. Het is een open keuken, een hele luxe keuken. Mooie materiaalkeuzes ook hier. En een heel stoer betonblad. En natuurlijk alle inbouwapparatuur die je nodig hebt. En vanuit de keuken kom je in een aanbouw. En deze aanbouw is echt een aanwinst voor de woning. Extra werkplek en hier heel veel opslagruimte door middel van vaste kasten. Nou, beneden is het echt wel een plaatje. Het ziet er echt super strak uit. Ik ben benieuwd hoe het boven is. Ja, in de hal, met een hele mooie granieten vloer, vind je ook de trap naar boven. Onder die trap vind je een provisiekelder. En in de hal zit ook het gemoderniseerde toilet. Ja, die eerste verdieping die ziet er al net zo mooi uit als de begane grond. Verbaast me natuurlijk niks bij deze mensen. Het heeft drie kamers en een badkamer. Je hebt hier een kamer die ze gebruiken als wasruimte. Dan vind je ook een trap naar de tweede verdieping. Een kamer aan de voorzijde. Gaan jullie daar maar even kijken? En deze kamer aan de achterzijde. Net als de kamer voor, van een prima formaat. En wat ook deze kamer leuk maakt, is dit. Via dubbele deuren kun je hier het balkon op. En vanaf het balkon heb je leuk uitzicht over de mooi aangelegde tuin. Wat me ook opvalt hier, is de motor van de airco, een hybride warmtepomp en zonnepanelen. Goed voor het milieu en je portemonnee dus. Ja, dan hebben we op deze verdieping ook nog de badkamer. Die is groot, modern, luxe. Voorzien van twee wastafels, een vrijhangend toilet, een hele grote inloopdouche met twee regendouches en twee handdouches. Je kunt naast elkaar douchen. Via de derde kamer, die is nu in gebruik als waskamer, kun je via een vaste trap naar de zolder. Ook deze tweede verdieping is geheel gemoderniseerd en opnieuw ingedeeld. Je vindt hier nu een voorzolder met vaste kastruimte, die in gebruik is als technische ruimte. En dit, een hele grote zolderkamer met twee dakramen. Ik heb jullie beloofd de tuin nog even te laten zien. Dat ga ik nu doen. Ook de tuin, hij is keurig onderhouden en is vrij aangelegd. Sierbestrating, goede schuttingen, stukje gazon, een houten schuur achterin. Veel privacy en een heerlijke plek om te zitten. Ja, en hou je van de zon? Dan zit je hier ook goed hoor. De ligging van de tuin is pal op de zonzijde. Wat een gaaf huis is dit zeg. Als jij een liefhebber bent van jaren 30, maar wil wel de luxe en het comfort van een jonge woning, dan is dit je huis. Maak dan ook maar snel een afspraak.